Naast lekker genieten van je vrije tijd kun je de meivakantie natuurlijk ook gebruiken om op jacht te gaan naar leuke weetjes en bijzondere verhalen. Zo kun je in Museum Kasteel Wijchen momenteel naar de tentoonstelling Gekruid, met pittige verhalen over kruiden en planten. Kasteelmuseum Wijchen heeft een nieuwe tentoonstelling geopend ter ere van het 25-jarig bestaan van Kasteeltuin de Thun. Dit is een tentoonstelling Gekruid in Museum Kasteel Wijchen en het gaat over de plantenwereld. We wilden de verhalen verder verdiepen en de tentoonstelling binnen met buiten verbinden en extra pittige verhalen vertellen aan het museumpubliek. De tentoonstelling begint binnen en gaat verder buiten. Iedereen is welkom. En voor de jongste bezoekers heeft het museum een leuke puzzelactiviteit bedacht. In het kasteel is een introductie in de plantenwereld. En kom je helemaal in een mooie wereld van planten. In het deel buiten kan je je helemaal verdiepen in planten die in de tuin staan. Zoals tulpenbollen en verschillende soorten kruiden, bloemen en planten. Maar ook keukenkruiden, geneesachtige en rituele planten en nuts- en verfplanten. Kortom, er staat van alles. En binnen zijn verschillende verhalen over planten en waarvoor planten gebruikt zijn in het verleden. Wat je kan doen met planten en wat planten voor ons als mensen betekenen. Dit doen ze door middel van het tentoonstellen van objecten met verhalen erbij. Zo heeft Natuurvereniging Wiegen een verhaal gemaakt over het belang van planten en heeft het Museumkasteel in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland vluchtelingen gevraagd naar hun favoriet recept met planten. De tentoonstelling is tot 8 september dit jaar te bezoeken. Zowel in het kasteel als buiten in de tuin kan men zich helemaal onderdompelen in de natuur. Er zijn verschillende activiteiten tijdens de tentoonstelling, zowel binnen als buiten.